Kijk, dit is het stukje techniek waar ik even naar op zoek was. Goedemorgen allemaal. Ik heb een uurtje om jullie wat dingen te vertellen over technologie en vooral wat het betekent. Technologie is altijd al een beetje een tweesnijdend zwaard. Je kan er hele mooie dingen mee doen en vreselijke dingen en alles ertussenin. En het is belangrijk dat we daar vooral met elkaar goed over nadenken en af en toe zelfs stevige discussies voeren. Dus daar hoop ik wat input aan te geven. Even kijken. Ja. Nou, mijn huisregels. Heb je een apparaat wat herrie maakt? Ik zal mensen niet vragen offline te gaan. Ik weet dat dat heel traumatisch is tegenwoordig. Zet even het ding op stil. Of als je hem opneemt voor een telefoongesprek, zorg dan dat het echt even interessant is. Doe dan op speaker. Hè? Dus of niet, of echt delen met ons. Dat mag ook. Alle plaatjes die je ziet, kan je downloaden. Op de laatste slide staat een link. En dan hoop ik dat u het niet allemaal tegelijk doet, want dan zegt mijn server... Maar in de loop van de dag, je mag ze allemaal hebben. En ik ben de rest van de dag nog beschikbaar. Als we praten over lange termijnvisie, dan is het altijd heel goed, hè, om de dingen te zien die kunnen, maar die er nog niet zijn. Dus dat je zegt van, hey, je kijkt naar zo'n eitje en je ziet de potentie. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar het moet geen luchtfietserij worden. En dat is altijd natuurlijk een beetje gevaar. Dus als je zo'n eitje ziet liggen, je denkt van, nou, daar zou wel eens een vogel uit kunnen komen. Jeetje, wat mooi. Maar even checken of het geen hardgekookt eitje is. Dus visie is hartstikke goed, maar het moet wel gegrond zijn in feiten. En als het een hardgekookt eitje is, dan kan je visie hebben tot je in ons weegt, dan gaat er nooit meer een vogel uitkomen. Misschien is hij nog wel lekker voor de lunch, dat kan. Heel lang geleden is een verre voorouder van ons, waarschijnlijk ergens in de Hoorn van Afrika, die kwamen erachter dat als je het bovenbeenbot van een antiloop, dat is een heel lang dun bot, met een kogelgewricht aan het eind, als je dat zo beethakt en je sloeg daarmee op de hersenpan van een ander beest, dan viel het andere beest regelmatig dood neer en dan had je die avond lekker te smikkelen. En dat is een stuk voedzamer dan gras en zaden en dat soort dingen. En dat maakte ons van een vrij marginale soort op de rand van uitsterving tot nu de meest succesvolle soort op aarde. Dat was dus het allereerste begin van technologie. Er zijn ook andere dieren die dit doen, maar wij zijn er wel wat verder in gegaan. En na een paar honderdduizend jaar waarschijnlijk kwamen we erachter dat je ook objecten uit de natuur kon aanpassen. Dat je daar een plan voor kon maken. Dat je dus een rivierkei pakt en nog één en dan sla je er stukjes vanaf en dan krijgt hij een scherpe rand. En dan heb je dus een vuistbijl of een mes. En nou, dit is zo'n ding, 800.000 jaar oud. Komt uit Afrika. En dit is zeg maar de eerste echte technologie in de zin dat er iemand heeft hier bewust een plan gemaakt om dit ding te maken, om een beter tool te hebben. Nou, toen gebeurde er een hele tijd niets. Want dit is een stenen bijl van 7200 jaar geleden uit Denemarken. En tussen die twee bijlen zit dus 100 keer onze hele geschreven menselijke geschiedenis van 8000 jaar. Dus tussen vuistbijl 1.0 en vuistbijl 2.0 moest je dus 800.000 jaar bijna wachten. En dat is in ons huidige tempo, waar we allemaal elke 18 maanden een nieuwe iPhone moeten halen, is dat toch een beetje, nou, dat is niet meer wat we tegenwoordig verwachten. En toen we eenmaal een beetje technologie hadden en een beetje efficiënter met elkaar konden samenleven, en met wat landbouw hadden we af en toe wat eten over, en dan konden we leden van de stam vrijmaken om nog wat dieper na te denken over betere tools, toen ging het opeens heel hard. Dus dan krijg je veel geavanceerdere stenen werktuigen. Dit is een mes, komt uit Centraal-Amerika, 4000 jaar oud. Met dit soort messen en vier kerels met die messen aan een lange stok, dan kan je een mammoet te lijf. En dan is het gewoon de hele maand barbecue met de hele stam. En dat hebben we in Noord-Amerika dan ook gedaan. En inderdaad, 2.000 of 3.000 jaar nadat de mensen daar naar binnen liepen via Alaska, hebben we alle mammoeten gewoon opgegeten. En dat was de eerste keer dat we een grote diersoort hebben uitgemoord. En daar hadden we dus geen geavanceerde technologie voor nodig, alleen maar dit. Maar om dit te kunnen maken, moet je maanden, misschien wel jaren oefenen. En al die tijd moeten dus andere mensen een beetje voor jou zorgen. Dus daar gaan we al in grotere groepen dingen doen. Nou ja, als je eenmaal dit soort dingen hebt, dan gaat het eigenlijk vrij hard. Dus waar we honderdduizenden jaren aan het klooien waren met marginaal betere stenen werktuigen, toen we ze eenmaal op een bepaald punt hadden, toen gingen we metalen werktuigen maken en ons op grotere schaal organiseren. En boem, voordat je het weet, mobiele telefoons waar je op kan tv kijken. 15 jaar geleden science fiction, nu al zo normaal dat het saai is. Voetstappen op de maan en nou ja, zo we doen wat dingetjes tegenwoordig die wel spectaculair zijn. En daar wil ik het vooral even over hebben. Omdat we dus honderdduizenden jaren lang in een wereld leefden als mens die niet veranderde, in ieder geval niet door technologie, en die niet veranderde in het tempo wat je als individueel mens meemaakte. Ja, levensverwachting was maximaal een jaar of 30, 35 als je mazzel hebt, gemiddeld toch geen 20. En dus in één mensenleven veranderde de wereld helemaal niet. Jij had een stenen vuistbijl, die was min of meer dezelfde als wat je vader had en zijn vader en zijn vader. En aangezien er geen schrift was, had je geen verdere herinnering of bewustzijn. Dus er was niet een soort veranderende geschiedenis.
Dat is vaak nog steeds onze intuïtie vandaag de dag over de wereld waarin we leven. Ja, er veranderen wel dingen, nieuwe iPhone, maar de echte grote veranderingen die komen dan na mijn pensioen. Nou, het begint nu de laatste 10 jaar, heb ik het gevoel een beetje te schuiven, omdat iedereen het wel aanvoelt dat dat echt niet meer zo is. En als je kijkt dus naar de geschiedenis van de technologie en vooral wat die technologie doet met samenleving, dan is dus gelijke vooruitgang, dat is gewoon nooit de werkelijkheid geweest en nu extreem niet meer de werkelijkheid. Dus dingen beginnen altijd langzaam. Maar gaan op een gegeven moment is er een soort doorbraakpunt van price performance, van gebruikersvriendelijkheid en dat een cultuur er klaar voor is, dan kan het heel hard gaan. Ja, dus internet bestond al decennia voordat in Nederland het voor het grote publiek beschikbaar kwam. Het was aan universiteiten en in wetenschappelijke onderzoeksclubs en zo, daar hadden mensen toegang tot internet op computers die meer kosten dan een auto. Toen eenmaal in Nederland de eerste publieke internetprovider Access for All werd opgericht in 1993, 5 jaar later had de meerderheid van Nederland al toegang tot internet. En op dit moment is het geloof ik iets van 99, nog wat procent of zo. Als je even alles meerekent. En de mobiele telefoon, dat zijn de internetcomputers. Marktpenetratie in Nederland is iets van 130-140%. En dat is inclusief alle baby's. Dus we hebben 1,4 actieve mobiele telefoon in Nederland per inwoner. Inclusief alles. Dit heeft toch al wat heftige consequenties. Als dit de stand van onze huidige technologie is, zeg maar je huidige smartphone, en hierboven, een aantal jaren in de toekomst, heb je een smartphone die slimmer is dan jij. Nou, is dat Star Trek, hè? 200 jaar weg. Dus geen onderdeel van de serieuze discussies als we over organisaties praten. Want we moeten dan in daar van de tijd helemaal daar naartoe. Of zijn we al hier in de tijd, zonder dat we het doorhebben. En is dat punt wat technisch heel ver weg ligt, veel dichterbij dan we misschien intuïtief wel denken. Nou, daar wil ik wat voorbeelden van laten zien. Ja, een van de dingen die ik doe met mijn collega's is nadenken over de toekomst. En nou, de toekomst voorspellen, dat is heel, heel moeilijk, hè? Voorspellen is al heel moeilijk, de toekomst voorspellen. Dus wij zeggen niet exact, het wordt precies zo. We willen proberen om mogelijkheden aan te geven en met een beetje goede wil waarschijnlijkheden bij die mogelijkheden. En ja, vaak als je hardop denkt wat je zegt in organisaties, dat kan wel eens spannend zijn. Want je stelt ook wel eens hun bestaan ter discussie en dan worden mensen niet blij mee. Dus er zijn dingen die waarschijnlijk zijn. Hè? In de toekomst is China belangrijker in de wereld dan nu. Dat is niet zo'n risicovolle voorspelling bijvoorbeeld. Er zijn dingen die misschien kunnen gebeuren. Zou misschien Amerika uit elkaar kunnen vallen, zoals dat ook gebeurd is met de Sovjet-Unie? Het zou kunnen, we weten het niet. Binnenkort verkiezingen, wordt spannend hè, met die hackable stemcomputers die ze daar hebben. En er zijn onwaarschijnlijke dingen, maar die wel alles kunnen veranderen. 11 september 2001, dat was zo'n dingetje, oh, dat zagen we even niet aankomen. De meeste van ons niet in ieder geval. En we hadden ooit zo'n 60 miljoen jaar geleden, toen was er zo'n meteoriet en zo. En het was alles anders. En meteorieten, dat is een manier van het universum om je te vragen, oi, dat ruimtevaartprogramma, doe je daar nog wat mee of niet? Zeg maar. Nou, standaard vraag natuurlijk aan iedere futuroloog van, joh, hoe zit het nou met die vliegende auto's? Want die waren mijn ouders al beloofd en teleurstelling. Nou, bestaan, heel duur, brandstofverbruik, daar word je echt heel erg ziek van. Zelfs bij de huidige olieprijs. Nogal luidruchtig, niet echt geschikt voor een woonwijk. Maar het grootste probleem is natuurlijk, er zit nog steeds daar iemand met zijn vingers aan de knoppen. En we weten allemaal dat als je machines laat bedienen door mensen, mensen maken fouten, want daar zijn we nu eenmaal. Dat maakt ze niet slecht, dat maakt ze mens. En dan gebeuren er ongelukken. Nou, de meeste van ons, hè, zo'n ding besturen in 2 dimensies, dat gaat over het algemeen goed, maar niet altijd. Maar je kan je voorstellen dat als de topsnelheid dus 3 keer zo hoog is en er komt de 3de dimensie bij, wat er dan allemaal extra fout kan gaan. En ik zou persoonlijk niet willen wonen in een wijk waar mijn buren zo'n ding hebben en een zoontje van 19 die indruk wil maken op het buurmeisje. Weet je, dat is wel receptuur voor problemen. Dus wanneer wordt het een succes? A, we moeten wat energieprobleempjes oplossen. En B, er moet gewoon een soort, inderdaad, een postcode toets inzikken en een rode knop. Dus je tikt de postcode in waar je heen wil en je drukt op de rode knop. En daarna mag je niet met je vingers eraan zitten. Als we dat kunnen maken, dan wordt dit werkbaar. Tot die tijd levensgevaarlijk en niet alleen voor de inzittenden. Nou, er is een rijke kerkhof aan foutgelopen toekomstvoorspellingen. Dit is een hele serie van Franse gravures uit het jaar 1900 over het jaar 2000. Dus hoe laat de wereld eruit zien in het jaar 2000. In 1900, toen waren Frankrijk en Engeland nog echte world empires met koloniën. En dat iedereen ging ervan uit dat dat nog 1000 jaar zo zou blijven. En het idee was dus dat in het Parijs van het jaar 2000, daar vliegen de brandweermannen naar de brand toe met hun stoomwagen die dan het water pompt. En je ziet, ze zijn gelukkig net op tijd om moeder de vrouw, die natuurlijk thuis is met de kinderen, zoals dat hoort, te redden. Dus dat gaat goed. Nou, oké, die stoomwagen, dat werd hem niet en die vliegende brandweermannen hebben we ook niet. Maar dat is het minst interessante van het hele verhaal.
14 jaar later ging Frankrijk de Eerste Wereldoorlog in. Dus de meeste Franse mannen lagen of dood voor de loopgraven of zaten in de loopgraven en probeerden niet doodgeschoten te worden. En de vrouwen, die reden op tractoren, die draaiden de munitiefabrieken en die hielden de hele land aan de gang. En na de oorlog zeiden ze, ja, je denkt nou nog niet dat we weer terug gaan naar de oude situatie. Nou, Nederland deed die oorlog niet mee, dus wij lopen tot op de dag van vandaag een beetje achter, wat dat betreft, ten opzichte van Duitsland en Frankrijk. Maar dat is dus de echte spannende verandering. Dus ik doe wel eens wat dingen voor defensie, als het gaat om cyberwar en cyberpeace en dat soort dingen. En wat is het spannendste van defensie? Ja, we hebben nu 4 Europese landen met een vrouwelijke minister van defensie. Nou, als je dit 20 jaar geleden had gezegd op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, ze hadden die echt compleet uitgelachen. En by the way, er zijn vandaag nog steeds generaals die dit echt niet trekken. Dat een vrouw hun baas is. Die hebben daar echt grote moeite mee. Dat zeggen ze niet hardop, maar dat is echt wel een ding. Dus ik geef ook wel eens les op scholen en dan zeg ik altijd tegen de meiden, joh, hè, als je ouders vragen wat wil je laten worden, moet je gewoon ambitie, minister van Defensie, minimaal. Minister-president is dan natuurlijk de next step. Dus wie weet gaat het nog gebeuren. Dus nee, we hebben nog steeds dan mensen die, er was vorig jaar zo'n meneer die zei, een wetenschapper, heel eminent, Nobelprijswinnaar, maar die had al een beetje oude ideeën over man-vrouw verhoudingen op de werkvloer. En hij zei, nee, in mijn laboratorium wil ik geen vrouwen hoor, want ja, die worden verliefd op mij en ik word verliefd op hun en dan gaan ze huilen en helemaal gedoe. En was een Nobelprijswinnaar, hè? Dus dat is iemand met standing. De hele wereld viel over hem heen. 2 dagen later was hij ex-professor op die universiteit en dat werd gewoon niet meer getolereerd. Dus nou ja, we zijn er nog niet, maar het gaat langzamerhand de goede kant op. Nou, IT is een beetje mijn vak en alle dingen die dat doet. En een van de dingen die IT doet, is dat het oude businessmodellen overhoop haalt. En we kennen allemaal inmiddels wel de Ubers en de Airbnbs en zo, maar er zijn natuurlijk dingen al veel langer aan de hand. U heeft misschien wel door dat er niet zoveel meer free record shops bestaan in Nederland. CD's, ja, die kunnen niet in je telefoon. Dus wie wil er nou nog een CD? Nou, er zijn hobbyisten die dat doen, maar bijna niemand koopt die dingen meer. Je kan natuurlijk muziek downloaden, kan op allerlei manieren trouwens. De Pirate Bay is een van die sites die probeert men al 15 jaar uit de lucht te krijgen en het lukt maar niet. Die jongens worden steeds slimmer. En Engeland heeft op een gegeven moment besloten dat ze voor het hele land die hele site gingen blokkeren. En nou, dat was dus bij elkaar gelobbyd. En de muziekindustrie daar, die had een hele PR-campagne. En die hadden dus op het BBC 8 uur journaal, het best bekeken tv-programma van Engeland, hadden ze in de 3 dagen voordat de blokkade begon, een item van 5 minuten, waarin zij uitlegden waarom het heel belangrijk werd dat die site geblokkeerd werd. Nou, die 4 jongens in Zweden die site runnen, die lagen echt schuddebuikend van het lachen onder tafel. Want 3 keer 5 minuten primetime op het BBC 8 uur journaal, waarin wordt uitgelegd dat jouw site zo botergeil is dat het geblokkeerd moet worden. Ja, dat is advertising, die kan je niet kopen. Dus slimme jongens als ze zijn, zaterdagochtend gaan ze meten hoeveel nieuwe bezoekers krijgen we uit Engeland die nog nooit op onze site waren geweest. Antwoord, 12,8 miljoen. Op een bevolking van, dat is een nieuwe unieke bezoekers, hè? Plus de gebruikelijke 20 miljoen die sowieso al elke dag even kwamen buurten. Dus dit is ongeveer een beetje het effect van waar vroeger mensen dachten, oh, we kunnen dingen dicht timmeren en beheersen en censureren. Ja, nee, dan dat is echt wrijven in een vlek, zeg maar. En als u denkt van, maar dan moeten we gewoon wat harder optreden. In Noord-Korea lukt het de overheid niet om te voorkomen dat Noord-Koreaanse burgers met elkaar USB-sticks delen, met daarop de PDF's van de New York Times en de Economist en Le Monde en allemaal andere dingen. En op het bezit van zo'n ding staat in Noord-Korea de doodstraf. Maar ondanks dat willen mensen zo graag kennis hebben over de wereld, dat ze toch gewoon doorgaan. Dus in die context, als je denkt dat je in een land als Nederland ooit nog deze geest weer terug in de fles krijgt, dan heb je het gewoon niet begrepen. En dat is dan ook de reden dat Free Record Shop niet meer bestaat. Dus we hebben internet. Internet kunnen we niet uitzetten, want dan valt de logistiek van de Albert Heijn stil. En dan hebben we na 16 uur geen brood meer in Amsterdam. Hè. Dat is ongeveer nu just in time in het geregeld hebben. Super knap, maar een beetje kwetsbaar. En dan kunnen we kiezen. We kunnen privacy houden. En dan kan ik een van u een encrypted mailtje sturen met een e-book. En dan kunnen andere mensen dan niet zien dat we dat samen doen en dan is het goed. Dat kunnen we hebben. Of we kunnen 20e eeuws copyright hebben. Maar dan moeten we dus privacy gewoon integraal afschaffen. Gewoon het mensenrecht op privacy, hè, nummer 8 op de lijst, moet gewoon doorstrepen. Nou, ik denk dus dat het die bovenste 2 worden en niet, zeg maar, die andere. Andere mensen willen daar misschien andere keuzes in maken. Maar dit zijn het soort echte consequenties van technologie. En het duurt dus dan een tijdje, hè. MP3, dat is nu 10 jaar oude technologie. Dus het heeft 20 jaar geduurd voordat het echt een beetje tot volle wasdom is gekomen. Maar nu is het echt gewoon niet meer weg te denken. En er is bijna niemand meer in Nederland onder de 45 die niet wel eens muziek of films heeft gedownload. Daarom is het politiek ook net zo onaanraakbaar bijna als de hypotheekrente aftrekken en nou ja, een paar van dat soort dingen. Hè. Een politicus die daar met zijn vingers aan zit, die heeft een hele korte loopbaan.
Mijn eerste computer die ik ooit zag was op mijn vaders werk in 1977. Hij had toen net een baan gekregen bij PTT Post Onderzoek, later KPN Research. En ik was 5 en ik mocht mee. En hij had een computer met een collega. Nou, dat was echt pure science fiction. Dat zag er dus niet mijn vader, maar hij zag er ook wel zo uit in die tijd. Hij had zo'n computer, een PDP 11. Dat was een Unix computer voor wetenschappelijk rekenwerk. En hij had dat samen met 1 collega. Nou, dat was een waanzinnige luxe, want dat ding kostte toen $250.000. En dat waren $1977, hè? Dat was nog echt geld toen. Dus dat was wel bijzonder. En hij printte dus op een meter breed kettingpapier 3 meter lange deurposters van je favoriete striphelden in zeg maar 3 keer geprinte X's. Nou, ik was helemaal idolaat en het is nooit meer goed gekomen met mij. Een aantal jaren later op de Universiteit Utrecht, toen ik daar studeerde, hadden we dit onder andere als een supermini. Kon je complexe wetenschappelijk rekenwerk op doen, klimaatmodellering en dat soort dingen. En als student dan kreeg je dan een uurtje computertijd om dinsdagnacht tussen 2 en 3 s'nachts. Want er wilde verder niemand hem hebben. En dan ging je daar dus met je tapeje met een programma heen en dan ging je dat doen. Deze is minder krachtig als een iPhone 6. Dat is er even gebeurd, zeg maar, in de laatste 20 jaar. En dat is al meer dan een eeuw aan de gang. Elke 18 maanden worden computers voor ongeveer evenveel geld worden 2 keer zo snel. En het heeft niks te maken met PC's of de Intel chip of Apple of al die nieuwe dingen. Dit is al lang aan de gang voordat de oprichters van die bedrijven zelfs maar geboren waren. Eerst hadden we mechanische rekenmachines, toen hadden we elektromechanische telmachines. Allemaal voor de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog de eerste volledige elektronische computers. Om de Duitse onderzeebootcommunicatie af te luisteren en te kraken. En dat hielp wel bij dat Normandië ding dat we dat konden. En daarna kregen we beeldbuizen en toen uiteindelijk microchips. En nu zitten we al een hele tijd in een microchip tijdperk en dat gaat nog wel een tijdje door. Maar de fysieke einde van een microchip tijdperk die komen wel in zicht. Want de draadjes, zeg maar, de koperdraadjes in de chip waar de stroompjes doorheen lopen, die zijn nu nog maar 12 atomen dik. Dus daar kan je nog 1 of 2 keer halveren, maar het fysische einde hiervan is wel in zicht. En de vraag is dan, oké, wat komt er na de microchip? Nou, onder andere in Delft zijn daar nu allemaal mensen druk mee bezig om eigenlijk computing elementen te bouwen in 1 atoom. En dat wordt dan wat er na de chip komt. En dus de metatrend die gaat waarschijnlijk wel door. En dat betekent dus inderdaad dat de iPhone 27, die zou wel eens inderdaad rekenkundig even harder kunnen werken als een menselijk brein. Wat nog niet wil zeggen dat hij dan meteen emoties gaat vertonen, maar er gaan wel eens wat spannende dingen gebeuren. Dus we zien nu al dat waar vroeger mensen aan het werk moeten, hebben we nu gewoon daar een computer in gezet. Want die is goed genoeg en goedkoop genoeg en betrouwbaar genoeg. En altijd goedkoper dan mensen, zeker op de iets langere termijn. Dus dit is de metro in Kopenhagen, geen bestuurder. Dat is al een paar jaar geleden. Nou, we hebben nu allemaal natuurlijk die automatische auto's die aan het opkomsten zijn. In Nederland zijn er, heb ik begrepen, zo'n 300.000 mensen die als baan een voertuig besturen. Nou, die gaan we niet allemaal meteen wegautomatiseren, maar wel een flink aantal. En hopelijk dat we dan voor sommigen een andere baan kunnen vinden, maar niet alle taxichauffeurs van 47 gaan webdesigner worden. Dus daar hebben we wel een uitdaging met z'n allen en daar moeten we wel over na gaan denken wat we daarmee gaan doen. Dus ja, die autonome auto's die kunnen nu 150 km per uur rijden zonder ongelukken te maken, of harder zelfs, op bergweggetjes, even voor de duidelijkheid, 150 op een bergweggetje. Dat gaat goed, dus die worden ook rallycrosses en zo nu mee gereden, dat soort zaken. En het blijkt dat allerlei andere banen ook soms makkelijker te automatiseren zijn dan we denken. Dus in een ziekenhuis verwacht ik persoonlijk dat de diagnostische artsen eerder worden weggeautomatiseerd dan de verpleegkundigen. Want die diagnostische artsen, daar hebben we nu al redelijke oplossingen voor. En die worden echt elke dag een beetje beter. En ook dan denk je, nou, de dirigent is de moeiste klus van het orkest. Nee hoor, dat kunnen we dus aan een robot laten doen. Dat vioolspelen nog niet, maar geef het nog een jaartje of 5. Nou, je kan hele abstracte discussies hebben over artificial intelligence. Denkt de computer dan? Nou, dat is hartstikke leuk voor de borrel, dus dat doe ik ook zo meteen graag met u aan het eind van vandaag. Maar de praktische kwestie is gewoon, kan hij een taak uitvoeren? Als de machine beter kan vliegen dan een mens, moeten we dan nog de mens laten doen? Want mensen maken altijd fouten. Ik sprak al 20 jaar geleden inmiddels bijna bij Boeing een ingenieur en die zei, joh, de cockpit van de toekomst, die heeft een computer, een hond en een piloot. En de computer vliegt het vliegtuig, de piloot is daar voor de verzekering en om de passagiers gerust te stellen. En de hond is om in de hand van de piloot te bijten als het in zijn hoofd haalt om met zijn vingers aan de knoppen te zitten. We zijn nu dus inderdaad op dat punt. Hè. Een moderne Boeing of Airbus, daar heb je eigenlijk geen piloot meer nodig. Die zit er meer in, nou ja, omdat dat moet van de wet en de verzekering en dat mensen het mooi vinden om zo'n meneer of mevrouw te hebben met strepen op de schouder. Dus het is meer een ongelukje. Omdat die computers nu allemaal zoveel kunnen, we hebben nu allemaal de supercomputer van 20 jaar geleden in onze binnenzak zitten, voor een paar 100 euro maximaal,
is software is bijna alles aan het doen. Als je het in software kan vangen, dan kan iedereen het dus hebben. Hè, 2 app-klikken verwijderd en dan gaat het dingen doen. En dan zie je inderdaad dat iets als Airbnb en Uber, die kunnen dus als bedrijven heel snel groeien, terwijl ze eigenlijk niks hebben. Wat ze hebben is een goed idee. En wat ze hebben is het faciliteren van communicatie tussen andere mensen die iets hebben. En dat is dan het businessmodel. Ik denk dat het heel gek is om, als we met z'n allen wereldwijd aan het Airbnb'en zijn, dat we dan met z'n allen 30% of moeten afdragen aan Airbnb. Waarom regelen we niet onderling wat software en dan houden we gewoon die 100% onderling zelf? Dus dat is wat er volgens mij na Airbnb gaat komen. Big data is zo'n heel gevaarlijk ding. Big data is het vastleggen van heel veel data. Dat kan tegenwoordig tegen marginale kosten, dus dat doen we ook. We leggen alles vast en dan kan je daar analyses op doen en dan kan je dingen zien en dingen begrijpen die je anders niet kan begrijpen. Maar big data is inderdaad wel, net als nucleaire technologie, daar kan je hele vervelende dingen van maken, zoals een atoombom, die inderdaad ook wel mensen heeft doodgemaakt in de geschiedenis, maar je kan er ook een röntgenapparaat mee maken. En er zijn veel meer mensenlevens gered tot nu toe met röntgenapparaten dan er om zijn gekomen door atoombommen. En met big data doen we ook nu heel veel positieve dingen, maar bijvoorbeeld massasurveillance, van mensen die niet terrorist zijn, maar die gewoon lastige journalist zijn, dat is bijvoorbeeld een negatieve toepassing. Dus we moeten daar goed over nadenken. Een heel groot probleem met big data is dat dus stukjes software die iemand anders, meestal jij, niet schrijft, of zelfs maar kan bekijken of begrijpen, die gaat beslissingen nemen. En het probleem is, wij zijn allemaal mensen, en dat betekent dus dat als wij geconfronteerd worden met een stukje informatie, dan projecteren wij onmiddellijk daar onze vooroordelen op. Dat doe je niet bewust, dat doe je niet omdat je slecht bent, dat doe je gewoon omdat je mens bent. Dat doen we allemaal. Dus als je ziet van breaking news, de $1 million lottery winner finds love of his life 2 days after winning. Dan denk je meteen, even zo dit inschattend, er zou wel eens een verband kunnen zijn tussen het feit dat hij net miljonair is geworden en dat hij een nieuwe vriendin heeft. Hè? Dat is dan toch even wel zo, die inschatting die we met z'n allen maken, toch? We hadden al besloten dat hij de loterijwinnaar was, hè? Ja? Dat is vooroordelen, hè? Dat is vooroordelen. Doen we allemaal. Want anders dan is het gewoon te veel voor je hersens om de wereld te processen. Daarom heb je vooroordelen als een soort filter van informatie. En we weten het niet. Het zou best wel kunnen, hoor, dat zij een ontzettende golddigger is. Maar voor hetzelfde geld, misschien heeft die man wel een waanzinnig gevoel voor humor en maakt hij een wicked Mai Tai en is hij fan. Weten wij veel? Denk je dat degene die de algoritmes programmeert, die zometeen voor de Nederlandse Rijksoverheid en zorgverzekeraars die big data dingen doen, denk je dat die mensen geen vooroordelen hebben over de wereld? Tuurlijk wel. Dus die zitten in die algoritmes. Alleen je moet heel goed kijken voordat je dat kan zien. En dat is dus wel een probleem. En dat doen we nog niet helemaal goed met z'n allen. En het andere is, dat weten we ook van meneer Stapel uit Tilburg, met data kan je alles bewijzen, hè? Als je maar genoeg spreadsheet, dan komt er wel iets uit, zeg maar. De data bewijst het, toch? Of is er misschien iets meer aan de hand? Moeten we even verder onder de motorkap kijken? Als je in Google Images zoekt naar correlation versus causation, dan vind je gewoon duizenden van dit soort voorbeelden. Dat is echt wel heel hard lachen. Een ander probleem is natuurlijk van het vastleggen van al die data, dat allemaal andere mensen daar misschien ook wel bij willen. Hoe meer data je vastlegt, hoe meer data je moet beveiligen. En dan blijkt in de praktijk dat we daar wel moeite mee hebben. En dus, er zijn dagelijks, bijna elke paar uur is er wel weer een nieuw nieuwsitem op de voor de vak mensen gespecialiseerde sites daarvoor van weer een nieuw datalek, weer een inbraak ergens. Een van de mooie bedrijven van Nederland, ASML, daar is op een gegeven moment 1000 gigabyte aan onderzoeksdata gestolen. Waarschijnlijk door iemand uit China, maar dat weten we dus niet zeker. Daar zaten dus die nieuwe ontwerpen in en hun onderzoek, waar ze honderden miljoenen aan onderzoek in geïnvesteerd, voor hun toekomstige producten. Dus we krijgen misschien zo wel een Chinees bedrijf, wiens naam en productrange erg lijkt op ASML, maar die dan gewoon hun spullen gaan verkopen voor de helft van de prijs. Dit is een probleem. En een van de problemen is de techniek, maar het andere probleem is dat de meeste mensen niet goed opgeleid zijn. En dus dingen doen die niet verstandig zijn. Hij zegt, I changed all my password, is incorrect. En dan zegt het systeem namelijk, je password is incorrect als je het vergeet. Dat is handig. Perenhandig natuurlijk. Dat kunnen we oplossen, dat probleem. Namelijk door gewoon mensen op te leiden, te trainen, voor te lichten. Dat is ook een van de dingen waar ik me mee bezighoud. En dat is heel leuk werk en dankbaar werk. En ik geloof zelf ook dat het echt iets uitmaakt. Maar er is nog wel een ander probleem met veel van die computers. En wij kopen ze natuurlijk vooral, de hardware komt uit China, de software komt uit Noord-Amerika. En dat is een beetje de verdeling. En we hebben de laatste jaren geleerd, onder andere dankzij een meneer Snowden, dat al die systemen lek zijn. En dat veel van die lekken, die zitten niet per ongeluk in, die zitten er expres in. Om allerlei partijen, zoals
als onder andere de National Security Agency het mogelijk te maken om in die systemen te kijken. Dus dit was in Duitsland in de zomer van 2013 het virale plaatje. Als je dit niet 40 keer in de mail kreeg, dan had je te weinig vrienden, zeg maar. En voor degenen die het Duits niet zo machtig zijn, het meisje vraagt aan Obama: mijn papa zegt dat je in mijn computer kan kijken. En Obama antwoordt: dat is je papa niet. En ja, het is grappig, maar het is helaas ook wel een perfecte samenvatting van wat de NRC doet. Want als het zo is dat haar vader, die geregistreerd staat als haar vader in de gemeentelijke administratie van de stad Berlijn, niet haar biologische vader is, en dat is af te leiden uit een medisch dossier in een ziekenhuiscomputer in Frankfurt, dan is dat precies het soort dataset die de NRC graag wil hebben. Niet omdat haar vader een terrorist is, want de NRC die vangt geen terroristen, hè, hun vangst van de afgelopen jaar is nul, dus dat is niet wat ze doen. Maar stel dat haar vader nou over 8 jaar de nieuwe minister van Financiën van Duitsland wordt en de Amerikaanse minister van Financiën moet met hem in Genève een onderhandeling doen. Ja, dat soort sappige informatie, om dat even in het gesprek, in het proces te gooien, dat onderhandelt toch wat lekkerder weg, zeg maar. En dat gebeurt. Nou ja, dus we hebben heel veel kapotte apparaten. Vorige maand is er inderdaad een aantal NSA-wapens, digitale wapens, die zijn gelekt. Die liet iemand op een server rondslingeren, die server is gehackt. Mogelijk door iemand uit Rusland, wederom weet ik niet zeker. En die heeft het vervolgens gezegd tegen de wereld: hier, speeltje, have fun. En nou ja, mensen die dus de afgelopen weken verantwoordelijk waren voor Cisco, netwerkapparatuur bij bijvoorbeeld grote telecombedrijven, die hebben echt hele korte weekenden gehad, kan ik u verzekeren. Was niet leuk. Nou, het zijn niet alleen een paar apparaten, het is bijna alles wat we hebben is lek. En dat is echt wel een groot probleem. Ik heb nu cijfers gezien, zowel van de Duitse regering als van een groep Nederlandse bedrijven. Die schatten in dat in Duitsland kost het ongeveer 60 miljard per jaar. Wat er dus gestolen wordt vanuit andere delen van de wereld aan onze kennis en onze commerciële informatie. 60 miljard voor Duitsland, zo'n 15 miljard voor Nederland. Iets van 200 tot 250 miljard voor Europa bij elkaar. Dat is dus economische groei, banen, welvaart die wij niet krijgen. Omdat andere partijen gewoon onze mooiste bedrijven en organisaties leegstelen. En dat doen ze door de lekken in dit soort spullen. En dat is dus wel vervelend. En by the way, er zijn niet zomaar alternatieven hiervoor te verzinnen. Voor sommigen wel, maar voor anderen niet. En ja, dit uitzetten kan niet, want dan gaat hier letterlijk het licht uit na een half uur. Dat zou ook vervelend zijn. Er wordt dus heel wat gesurveilleerd. Weinig terroristen, gek genoeg. Vooral Artsen zonder Grenzen en Milieudefensie en de staf van Angela Merkel 8 jaar voordat ze bondskanselier werd en zo. Dus ja, terrorisme, daar gaat het duidelijk niet om. Maar het gaat dus om inderdaad het verzamelen van politieke informatie om ja, je onderhandelingspositie te versterken. En dat betekent dus dat als wij dit steeds weer laten gebeuren, ja, dan krijgen we iedere keer een deksel op ons neus als we iets proberen te regelen voor onszelf als Nederland of voor onszelf als Europa. Dus dit is niet alleen maar meer een techneutenverhaal nu of een verhaal van ja, moeten we nou doosje A of doosje B kopen. Dit gaat over wie is er eigenlijk hier de baas met z'n allen. En even die verkiezingen die we doen, gaan die nog ergens over of is dat echt maar een ritueel? Nou, ik ben dus nu bezig met wat bedrijven, onder andere uit de regio Eindhoven, dus hoef ik denk ik geen merken te noemen, om na te denken over dit probleem. Want zij voelen zelf de pijn van die industriële spionage. En ze zien ook wel een commerciële kans in dat zij partij worden in het leveren van alternatieven die we dan wel kunnen vertrouwen. En dat die dan wat dichter bij ons gemaakt worden dan in de fabriek in China. En dat we daar dan misschien kunnen zeggen van hey, dat vertrouwen we wel. Dus dit is best wel een probleem en er zijn ook wat oplossingen. Daar kom ik zo nog even op terug. In die digitale wereld is ons schaarste probleem best wel opgelost. En dit is het belangrijkste wat ik ooit heb onthouden van al mijn lessen economie. Dat het gaat over economie bestudeert hoe mensen handelen onder condities van schaarste. Als het te weinig is van iets, hoe verdelen we het dan op een eerlijke manier? Whatever eerlijk is. In de digitale wereld is er geen schaarste probleem meer. Als je een laptopje hebt van 200 euro en een ADSL-verbinding van een tientje in de maand, dan heb je meer nieuws, films, boeken, whatever, dan je überhaupt kan lezen. En je kan in een nachtje kan je meer boeken downloaden dan je in een heel leven kan lezen. Dus dat schaarste probleem is opgelost. We hebben een zoekprobleem en een selectieprobleem en er zijn nog andere dingen. Maar schaarste is dan. Dat hebben we geregeld. In ieder geval in de westerse wereld. En met 3D-printen kunnen we misschien in de nabije toekomst datzelfde ook bereiken voor fysieke producten. Of in ieder geval voor sommige fysieke producten. Met 3D-printers maak je van digitale informatie weer fysieke objecten uit plastics of metaalkorrels of andere materialen. En ik ben er al een paar jaar mee bezig. Dit was een experiment in 2009 op een groot hackercongres waar ik mede organisator van was. Daar hadden we mensen met hele grote telelensen en daar liep allemaal politie rond. Want die lopen daar altijd te controleren of wij geen stoute dingen doen. 25 jaar is er nog nooit iets gebeurd gelukkig. Maar ze zijn er altijd wel met zo'n 90 man. En een van die agenten die had de sleutel van zijn handboei. Die hing zeg maar op zijn kont aan een sleutelbos in de open lucht te bungelen. Ja, dat moet je niet doen op een hackercongres, want we hebben hele grote telelensen. En dan worden dus foto's gemaakt van die sleutel. En van die foto's maken we een AutoCAD-tekening. En een AutoCAD-tekening doen we in een 3D-printer. En dan 3D-printen we jouw sleutel. En
nadat we er dus een paar hadden gedaan, kwamen we erachter dat alle Nederlandse politiehandboeien dezelfde sleutel hebben. Hij staat gewoon op internet. Politiesleutel.stl kan je googlen. Kan je zelf printen. Die 3D-printer kan je gewoon kopen. By the way, het zijn ook dezelfde merk handboeien als de Duitse. Dus dat is ook handig. En ja, hij is van plastic, hè, dus wordt niet gezien door de metaaldetector. Dus als je maar gewoon zo bij je hebt, altijd handig om een keer bij je te hebben. Nou, we kunnen ook dingen maken van metaal. En nu wordt het veel interessanter van plastic. Plastic is echt leuk, hè, maar dat is toch wel meer in de experimentele speelgoedzone, zeg maar. Maar we kunnen ook dingen maken van titanium en roestvrij staal. En dan wordt het echt wel spannend. Onder andere maken we nu dus bijvoorbeeld kunstknieën op de individuele patiënt. Voor kosten die niet heel veel hoger zijn dan serieproductie. Dat betekent dus dat hoe goed past die knie bij die patiënt, bij die knie van die patiënt. Ja, hij past perfect op een fractie van een millimeter, op een honderdste millimeter nauwkeurig, in drie dimensies. Omdat dat ene ding wordt gemaakt voor die ene patiënt. En dat doen we nu. We doen het in Nederlandse ziekenhuizen ook. Twee jaar geleden al een vrouw met een enorme kaakfractuur na een paardrijongeluk. En tijdens de operatie om dus die kapotte kaak weg te halen, dat bot was helemaal stuk, daar konden ze niks meer mee, is er een nieuwe titanium kaak geprint in het ziekenhuis. En die is meteen in dezelfde operatie erin gezet. En dat was op basis van een röntgenfoto's en MRI-scans. En die kaak was zo goed dat toen die mevrouw hersteld was van de operatie, toen hoefde geen nieuwe foto in haar paspoort. Er was allemaal, had gewoon hetzelfde gezicht. Wat voor de verdere relatie met haar kinderen een vrij belangrijk ding was. Dus dat klinkt als Star Trek, maar dat is gewoon vandaag in het hier en nu. Dat hebben we gewoon. Nou, je kan natuurlijk ook andere dingen maken. En heel lang geleden, toen 3D-printing opkwam, zei iedereen al, oh, maar als 3D-printing werkt, dan gaan mensen twee dingen doen. Sextoys en wapens. En inderdaad, er is een rijke verzameling aan allemaal dingen die je kan downloaden die ik hier niet ga laten zien, want zo'n congres zijn we niet. Maar dit kan je wel zien. En dan moet je zelf maar even googlen vanavond thuis, als de kinderen naar bed zijn. Maar dit is wel iets wat openlijk gedownload kan worden. En ik ben altijd blij in Nederland dat de meeste mensen geen flauw idee hebben als ik dit laat zien. Dat vind ik echt super geruststellend. Maar dit kan je dus ook gewoon downloaden en zelf 3D-printen. En dat is dat onderdeel. Dus het meest belangrijke onderdeel van het AR-15-geweer. In ieder geval in de Verenigde Staten kan je namelijk alle andere onderdelen, die kan je gewoon kopen bij de Walmart voor cash. Want voor de wet is het geen wapen. Dit is het wapen, daar staat het serienummer in. Maar dat kan je dus gewoon thuis printen. En by the way, ook als je hem van gewoon hard nylon print, dan doet hij het ook. Het is getest, er zijn YouTube-filmpjes van. Dus in de Verenigde Staten, met een huidige wetgeving, wordt gun control net zo onmogelijk als MP3-control. En dat is al 20 jaar ook een total fail van de hele muziekindustrie. Hebben miljarden uitgegeven aan rechtszaken. Totaal mislukt. Dit is wel een probleem. Een veel leukere toepassing, zeker voor ons hier denk ik. Wij hoeven niet allemaal van die geweren te hebben in grote aantallen gelukkig. Is dat we ook kunnen printen in levend celweefsel. Inclusief levend celweefsel van mensen. En dat betekent dat we met kloontechnologie en stamcellen kunnen we organen printen en onderdelen van organen van het genetisch materiaal van de patiënt die ze nodig heeft. En er lopen nu al mensen rond met geprinte blazen, hartkleppen, oor, kraakbeen, dat soort dingen. Wederom, het is nog experimenteel, het is nog niet helemaal prime time, maar dit komt er wel aan. En dit zou een van de dingen kunnen zijn om ook ons organen tekort op te lossen. Want ja, die wettelijke dingen die we doen, dat valt wel eens een beetje verkeerd, zeg maar. Hè. Vooral als dat zo het gevoel hebt dat het zo door je strot gevrongen wordt, dan is dat niet helemaal de manier. Nou, wat zowel goedkope computers en heel veel software die heel veel mensen kunnen maken op allerlei gekke plekken. En waar je hoeft ook niet, iedereen kan gewoon beginnen met software. Er is niemand die het tegenhoudt, zeg maar. Maar ook dingen als 3D-printen, wat het doet, is dat de hele industriële revolutie van de afgelopen 2,500 jaar ging allemaal over centralisatie van dingen. En als je een automerk wil starten, dan heb je een hele hoge drempel om te beginnen. Want je moet een enorme fabriek bouwen. Je hebt toeleveranciers uit 30 landen. Dat is heel complex. Met 3D-printen kan je letterlijk op je zolderkamertje doen als student. Dus wat moet je hebben? Nou, een heel klein beetje geld, maar we praten echt over honderden euro's soms maar. En een goed idee. That's it. Met softwareontwikkeling net zo. Wat heb je nodig? Een tweedehands laptopje van 200 euro en een goed idee. En kennis die je jezelf kan aanleren als je de moeite wil doen. That's it. Dus er is geen limiet meer om te beginnen met iets. En dat verandert heel veel dingen. En dus twee studenten uit Stanford, letterlijk in een garage, met wat oude pc's en software die niks kost, begonnen Google. En na een jaar hebben ze geprobeerd te verkopen aan Yahoo voor 2 miljoen. Yahoo heeft geweigerd. 3 jaar later wilde Yahoo ze wel kopen voor 1 miljard. Toen hebben zij geweigerd. En nou ja, dat is een beetje in dezelfde lijn als die meneer die de Beatles geen platencontract gaf. Hè, dat die dingen gebeuren. Sorry, maar decentralisatie, dat is wat de toekomst is. Weer kleinere schalen en niet dat er ook niet dingen op grote schaal gebeuren. Het maken van een Boeing 747, dat doen we nog steeds niet op een zolderkamertje. Maar een heleboel andere dingen gaan we op veel kleinere schaal doen.
En ik denk dat Airbnb-achtige constructies, maar dan zonder één Airbnb-bedrijf in het midden, dat zou wel eens de toekomst kunnen zijn van hoe we heel veel dingen gaan organiseren. Dus power to the people. Mensen met een goed idee, en verder niet zoveel, die blijken dan opeens veel meer macht en invloed te hebben dan hele grote infrastructuren en eventueel robocops met allemaal enge dingen en zo. Gewoon de kracht van het goede idee en ervoor staan, dat is veel krachtiger dan we denken, vaak. Dus dat is interessant. Dus dit is een workforce, de grootste encyclopedie ter wereld, 50 talen, gratis voor iedereen, wordt elke 30 seconden geüpgrade. Met nieuwe informatie. Dit zijn 3,5 miljoen mensen. Misschien wel 4 miljoen, we weten het niet precies. 3,5, 4 miljoen mensen. En die doen dit samen. Niemand daar is in dienst van de stichting Wikimedia, die eigenaar is van Wikipedia. Stichting Wikimedia heeft iets van 35 mensen in dienst, waarvan 20 systeembeheerders zijn. En die andere 15 die doen een beetje high-level coördinatie. En daaronder is een gemeenschap van een paar miljoen mensen op internet, die bij elkaar komen daar om samen een encyclopedie te schrijven. En er vindt een heleboel coördinatie plaats, maar niet bij de Stichting Wikimedia, maar dat zit op al die andere plekken. Er is gewoon een groep mensen die zeggen, wij schrijven de geschiedenis van Rusland in de 19e eeuw met elkaar, want dat vinden we interessant. En dan komen er een paar andere mensen bij, dan gaan ze het samen doen. En dan komt er iemand bij die zegt, hey, dit is, ja, ik ben nog leraar geschiedenis en dit klopt niet en hier is mijn boek wat ik erover geschreven heb. En staan er fouten in Wikipedia? Absoluut. By the way, er stonden ook altijd fouten in de Encyclopedia Britannica, hoor. En hier staan per pagina minder fouten in dan in de Encyclopedia Britannica. Kan ook, want dit wordt geschreven met 3 miljoen mensen. Encyclopedia Britannica maar met een paar duizend. En die weten gewoon niet alles. Ik ben vaak mede-organisator van congressen. Van zeg maar de Europese hacker community. Dat zijn allemaal dat zijn niet mensen die uw bankrekening leegroven, maar dat zijn mensen die creatieve dingen doen met technologie. Vaak met een maatschappelijk aspectje eraan. Veel uit de IT, maar ook uit andere domeinen van technologie. En we vinden het allemaal heel leuk om de hele dag met elkaar digitaal samen te zijn. Maar af en toe vinden we het ook wel leuk om even gewoon met 5000 man ergens te gaan kamperen een weekje. En dan brengen we dus onze infrastructuur mee. En onze infrastructuur betekent dan supersnel wifi, glasvezelnetwerken. We hebben generatoren zo groot als C-containers, want we hebben daar 12, 15.000 computers, die moeten allemaal wel aankunnen enzovoort. Dit was vorig jaar in de zomer ten noorden van Berlijn. Daar waren we dus met een paar duizend man even een weekje gewoon met z'n allen bij elkaar aan het zijn. Dus zelfs in een gemeenschap waar mensen echt hyper digitaal vaardig zijn, en dit zijn allemaal mensen die mailen al vanaf midden jaren 90, zo niet eerder, maar ook die vinden het leuk om af en toe fysiek bij elkaar te komen. Dus het is niet zo dat digitale communicatiemiddelen, die je elke dag de hele dag bijna elke moment dat je wakker bent gebruikt, dat de noodzaak wegneemt om gewoon samen een biertje te drinken en rond het kampvuur te zitten. Dat blijft. Dus die digitale dingen komen erbij. Het neemt andere dingen niet zoveel weg. Tenminste, ik zelf geloof daar niet in. Dus ja, we hebben daar allemaal hele super technische lezingen voor specialisten en soms ook hele algemene lezingen. We hebben ook workshops. Inmiddels is er natuurlijk een hele generatie hackers die zijn zo oud, die hebben kinderen. Dus die nemen ze mee en ja, die worden dan ook, die krijgen soldeerles en zo. En die leren we programmeren. En er zijn nu zelfs workshops voor hoe kinderen parental controls op tv's kunnen omzeilen. Want wij vinden dat kinderen best wel een beetje recalcitrant mogen zijn af en toe. Dus dat is ook handig om ze dat te leren. Want daarmee leren ze namelijk een kritische attitude. En dat ontbreekt nog wel eens in het Nederlands onderwijs. Nou, wat maken we daar dan? Ja, software veel. De meerderheid in deze zaal, statistisch gezien, heeft een Android-telefoon. En dat is dus onder andere software die uit deze gemeenschap komt, grotendeels. De Linux operating systeem is ooit begonnen in de jaren 90. Dat zit nu op alle Android-telefoons en op een heleboel andere computers. En dat komt dus uit deze community. Software die maken we met z'n allen. En dan zeggen we tegen de wereld, hier, doe er wat leuks mee. En dan zeggen andere mensen, oh, dat kunnen we ook voor mobiele telefoons gebruiken. Supermooi, man. En dan heb je dus iets moois. Dit draait ook op servers en op allerlei andere apparaten over de hele wereld. Van de top 500 snelste computers op deze planeet, ik heb vroeger bij IBM meegebouwd aan dit soort dingen, draait, ik geloof, 98% of zo op Linux. Wat iets is wat in een gemeenschap gemaakt wordt, net zoals Wikipedia, en gratis wordt weggegeven. There is no business model. Dat is helemaal niet een interessante vraag voor de mensen die dit maken. Die hebben allemaal van dit soort computers en dat moet goed draaien. En dus werken ze samen, in plaats van dat ze concurreren, om gewoon het mooiste te hebben. En het mooie van software is dat je het heel makkelijk kan delen. Want ja, je moet het één keer maken en kopiëren kost niks. In tegenstelling tot zeg maar blikken bonen en auto's en sommige andere dingen. Dus ook Hadoop, de big data software die door iedereen gebruikt wordt op dit moment, is dat soort software. Iedereen die ermee wil spelen, ga maar downloaden, ga maar spelen. Er is geen limiet. De enige limiet is kennis. Maar de complete handboeken staan ook allemaal gratis online. En daar kan je dus mee aan de slag. En dat betekent dus wederom, je wordt alleen maar geremd door, wil je de moeite en tijd insteken, wil je het gaan snappen. Dit geldt voor steeds meer van dit soort tools. Dus software en alles wat daar omheen zit,
Blijven dat producten in de toekomst of wordt het een soort vorm van kennis, een soort vorm van een consultingdienst? Er zijn steeds meer bedrijven die maken de software, geven dat weg en verdienen ondertussen een hele aardige boterham met de dienstverlening eromheen. Maar als je alleen hun software wil, mag je dat gewoon downloaden en dat is gewoon legaal. Zeg ze ook hier, ga er maar mee spelen. Oh, als je nog een goed idee hebt, horen we dat natuurlijk graag. En als je een heel goed idee hebt, misschien wil je dan bij ons komen werken. En zo krijgen ze dus ook een slimme mensen. Dus dit soort software die ik gebruik om mijn mailtjes te versleutelen als ik met bijvoorbeeld onderzoeksjournalisten aan het samenwerk, die komt dus uit dat soort communities. En we weten nu dankzij meneer Snowden dat deze encryptie is zo goed dat zelfs de NSA het niet kan kraken. En die balen ontzettend ervan dat dit bestaat. Maar ja, dit is net als de stelling van Pythagoras. It's out there, het is van ons allemaal samen. Dus je kan het ook niet meer terug in de fles krijgen, deze geest. En persoonlijk denk ik dat het maar goed ook is. Dus we hebben complete besturingssystemen gemaakt die gemaakt zijn voor veiligheid. Dus als je het probleem vindt dat 6 miljoen Amerikanen al jouw gegevens kunnen lezen iedere keer als je iets in de Google stikt, dan is er wat gratis software beschikbaar. En dan kan je ze tegenhouden. Dat moet je even leren. Kost je misschien 2 uurtjes op een regenachtige zondag. Maar het kost niks. Dus het kost je alleen maar een beetje tijd. En dan heb je weer net zoveel privacy als je wil. Dus een project van een 21-jarige jongen uit Berlijn was om heel LinkedIn af te grazen. Naar mensen die misschien wel betrokken waren geweest bij massasurveillance en bij spionage tegen burgers. Want je weet gewoon nu de zoekwoorden uit de Snowden-documenten van de softwareprogramma's waar die mensen mee werken. En die mensen, als ze dan weet ik veel, CIA worden, of dan zoeken ze een andere baan. En wat zetten ze dan in hun LinkedIn-profiel? Ja, ik kan met de X-Keycore database werken. Dus als je op LinkedIn gewoon gaat zoeken, is niet super simpel, maar dat is te doen, dan kan je dus een paar 100.000 mensen vinden die onderdeel zijn van ja, die club van de mensen die u en mij allemaal aan het bewaken is. En dit plaatje is dus een samenstelsel van alle portretten. Ik kan helaas niet inzoomen, maar als je op dit plaatje inzoomt, dan zijn dit dus een paar 1000 portretten van mensen die op LinkedIn staan als ex-spion en die misschien nu wel weer een baan zoeken in de private sector van die bedrijven. En dat is dus gemaakt door een jongen van 21. De software waarmee dit gemaakt is, wederom, kunt u zelf downloaden en kunt u zelf ook gaan spelen. Echt hartstikke leuk. Ik heb er zelf een gratis boek over geschreven. Ik ben niet zo'n softwareprogrammeur, maar ik heb er een boek over geschreven voor journalisten. Dit wordt nu in 50 landen gebruikt. Onder andere is dit ook gebruikt door het team wat de Panama Papers heeft gedaan. En nou, dat werkte dus. Want de Russische geheime dienst had niet door dat Poetin op een vervelende manier over de voorpagina's van de kranten zouden gaan. Dus we zien dat relatief simpele dingen die je met een paar mensen kan maken en die je dan kan weggeven, omdat het simpel genoeg is om het weg te geven, kan helpen tegen die hele grote dingen. Dus dit vind ik eigenlijk het allerleukste aan ICT. Is niet die hele grote supercomputers die de meeste van ons nooit zullen moeten hebben en kunnen betalen. Maar is het kleine, het individu, wat we tussen ons samen kunnen doen. Power to the people. Daar geloof ik wel erg in. En het is niks nieuws. Dit doen de Amish al. Hè? Als er iemand een nieuwe schuur nodig heeft, ja, dan komen al je buurtgenoten gewoon een zaterdag helpen. En dan gaat het heel hard. En dan heb je met z'n allen een schuur. Maar dit is dus ook hoe Wikipedia werkt. Dit is ook hoe Linux software werkt en al die andere software waar de hele wereld op draait. Inclusief, u hebt er vanochtend al waarschijnlijk meerdere keer gebruikt, terwijl het niet eens wist. Dit is denk ik de toekomst voor heel veel dingen. Omdat samenwerken juist veel makkelijker wordt, dankzij onder andere die goedkope ICT. Maar nu moeten we het allemaal ook gaan durven met z'n allen. Want kijk, je moet niet hier op zaterdagochtend komen aanvragen en zeggen, wat is het businessmodel? Dat is de verkeerde vraag, zeg maar. Je moet ook niet vragen bij Wikipedia, wat is het businessmodel? Dat is geen businessmodel. We vinden het allemaal leuk om samen iets te doen. En dan doen we iets wat echt wel heel bijzonder is. En ja, je krijgt het niet betaald, maar het is wel heel erg gaaf. Dus dit is een gemeenschap in de Verenigde Staten, geloof ik. Die hadden geen supermarkten daar, maar die wilden wel wat gezond eten voor hun kids. En dat was een braakliggend terreintje. Huppe, schep erin en gewoon gaan. Niet wachten op toestemming. Wederom niet vragen wat het businessmodel is. Het businessmodel is dat je kinderen niet hoeven te leven op McDonald's crap. Dat is het businessmodel. En nou, iedereen draagt wat tijd bij en hop, verse groenten in de wijk, samen geregeld. Niet wachten tot ergens iemand in een hoofdstad een wet uitvaardigt en met subsidies komt om jouw probleem op te lossen. Gewoon beginnen met een paar mensen, met een simpel idee. En dat werkt hartstikke goed. Dus de spannende vraag is, we zien op een aantal plekken dat dit werkt. Kunnen we dit nou toepassen op nog veel meer dingen? Gezondheidszorg verlenen is niet hetzelfde als software schrijven. Daar weet ik wel net genoeg van om niet zo naïef te zijn. Dus niet alles wat ik nu vertel is 1-op-1 toepasbaar. Maar er zijn wel een heleboel dingen die denk ik wel toepasbaar zijn. En voor andere vakgebieden. Dus daar moeten we goed over nadenken. Van hoe laag kan je beslissingsrecht leggen zonder dat het chaos wordt. En dan kom je erachter, nou misschien kan het wel het beste een heleboel dingen gewoon op de werkvloer liggen. En misschien moeten mensen ook wel eerst bij geholpen worden. Omdat ze de afgelopen 20 jaar hebben geleerd dat iemand anders hun rooster maakt. En dan moeten ze nu even wennen. Maar daar kan je mensen wel in trainen. Net zoals ik train mensen die geen enkele IT-achtergrond hebben.
in hun laptop zo veilig maken dat de Chinese geheime dienst ze niet kan afluisteren als ze in Tibet zijn. En dat doen we in 2 dagen. En wat ik aan het eind van die 2 dagen altijd tegen die mensen zeg, joh, ik heb wat technische trucs geleerd, maar dat is niet spannend. Maar denk nou eens even terug, 1,5 dag geleden, hoe moeilijk jij dacht dat dit was en hoe goed je het nu al kan, na 2 dagen. En bedenk je dan eens als je in de toekomst af en toe eens nog eens een middagje eraan besteedt. Hier is een handboek. En dan zie je dat die mensen echt bouncend gaan ze de deur uit. Want dan hebben ze zoiets van, ik kan het. Ik dacht dat het moeilijk en mysterieus was, maar eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Ik ben er even voor gaan zitten. En dat is empowerment. Dat vind ik het leukste van die trainingen geven. De empowerment die eruit komt. Dus als je natuurlijk in een staande organisatie zit, iedere staande organisatie, dan hebben we allemaal de neiging om een beetje onze eigen blik te hebben op de werkelijkheid. En wel eens even een beetje misschien het grotere plaatje niet meer zo te zien. Ook omdat we getriggerd en beloond worden van allemaal mensen die weer boven ons staan in een of andere piramidestructuur. Om dat zo te doen. Dus in mijn ervaring, hoe groter de organisatie is, hoe meer je dit soort gedrag hebt. En als je dit in action wil zien, dan moet je eens even de hulplijn bellen van een mobiele telecomprovider en een non-standaard vraag stellen. En dan zie je dat ze helemaal, dat het helemaal fout gaat, zeg maar. En dan kan het jongetje of meisje van 19 die de telefoon opneemt, die kan er niks aan doen. Want die is namelijk geïnstrueerd om van een script te lezen. En de meeste vragen die ik heb aan zo iemand, die passen niet in het script. Dus dat is altijd paniek. En meestal beginnen ze dan over het van, ja, maar meneer, u wilt 1 factuur, maar wij van Vodafone hebben 3 werkmaatschappijen in Europa. En zo, en dan zeg ik, ho, jij begint nu te praten over jullie interne organisatiestructuur. Maar ik bel als klant en daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het best met jou hebben over jullie organisatiestructuur. Maar dan gaat de factuur de andere kant op, want ik ben management consultant. En ik heb er nu een sport van gemaakt. Hoe snel kan ik dus een callcenter medewerker triggeren om dat gedrag te vertonen? Mijn record is 55 seconden. Ik heb wel een beetje geoefend hoor, dus het is niet helemaal eerlijk. Dus we moeten allemaal actief gaan proberen out of the box. En er is altijd de volgende box. En als je merkt dat je een beetje ongemakkelijk in je stoel zit te schuiven, dan ben je waarschijnlijk op dat moment de randen van de box aan het zien, van de volgende box. Als je nog achterover zit en je denkt, oh, het is allemaal goed, dan ben je of heel slim en goed geïnformeerd, more power to you, of je ziet gewoon de rand van de volgende box nog niet. En het is een goede kans dat die tweede misschien ook wel aan de hand is, dus dat wil ik iedereen meegeven. Er zijn op een aantal gebieden hele grote vragen komen eraan. Ik zelf ben dus veel bezig met informatiebeveiliging en privacy en dat soort dingen. Zowel in een technische capaciteit als ook in adviescapaciteit naar overheden en alle andere clubs. Ik vind dat op dit moment een van de meest zinvolle dingen die je kan doen. Want ik heb het idee, als ik daar goed mijn werk doe, dan verdedig ik belangrijke burgerrechten van al mijn medemensen om me heen. In Nederland en daarbuiten. Dus daar krijg je mij wel voor vroeg uit mijn bed. Verder ben ik niet zo'n ochtendmens. Maar we hebben hele grote vragen in de zorg. We hebben hele grote vragen zo meteen met mensen die werkloos worden, waar niet zomaar een nieuwe baan voor is. Daar moeten we met z'n allen echt wel aan werken. En dus dat is best wel scary soms. Hè, want er is wat meer onzekerheid nu dan zeg maar 20 jaar geleden. En die mooie toekomst van 20 jaar geleden, daar zitten toch wat scheurtjes in. Dat is wel een beetje een probleem. Maar uit mijn ervaring is het ook dat als je wel aan dat soort dingen gaat werken, ook al is het soms een beetje scary en soms moet je dan een nachtje doorwerken en nee, het is niet altijd betaald en ja, er zijn onzekerheden. Maar als er dan iets lukt, dan is dat wel echt heel veel leuker dan je gebruikelijke 9-to-5 dingetje wat allemaal voorspelbaar en planbaar is en zo. De mensen die ik zie die het meeste halen uit hun werk, dat zijn mensen die ja, impactvolle dingen doen. Ik ken het core team van WikiLeaks. En dat zijn mensen die leven onder extreme druk en echt niet ongevaarlijk. Maar ik heb nog nooit mensen zo zien genieten als het dan een keertje wel lukt. Want dan gaat het dus de hele wereld over. En dan trigger je zo eens wat die veranderingen in samenlevingen. Dus dat wil ik iedereen aanraden. Onder deze code staan de slides. Als je die fotografeert met je mobiele telefoon, dan weet ook de NRC dat je mijn PowerPoint-presentatie aan het downloaden bent in PDF-format. Dus als je dat niet erg vindt, moet je doen. Anders dan kan je hem ook later via PlanMan gewoon krijgen. En wilt u die plaatjes gebruiken? Ik haal ze ook maar gewoon van de interwebs, dus doe het alsjeblieft. En als er vragen zijn, mijn blog en mijn mailadres en mijn Twitter staat erop. Dus dan kunt u me na vandaag bereiken. En vandaag de dag ben ik de rest van de dag hier. En u moet mij gewoon even aanspreken als u het hardgrondig met mij oneens bent. Of nog eens even wilt doorvragen. Dank jullie wel voor jullie aandacht en we zien elkaar.